filmpje zullen we zien hoe u een externe indicator inlaat. Dus MT4 heeft een redelijk grote community op internet. En als u even zoekt via Google op een indicator en u tikt bijvoorbeeld in MT4 supertrend indicator, dan vindt u een aantal resultaten. Nu heeft de voorkeur aan de website mql5.com. Dit is van MT4 zelf en daar vindt u dus heel wat indicatoren. Dus we vinden hier de indicator. We zien die hier op de pagina zelf. Zo, en dan ziet u bovenaan supertrend.mq4. Dit is een bestand. Dit slaat u even op uw bureaublad. Zo, en eenmaal dit gedaan gaat u naar uw platform. En dan gaat u naar folder, open, data folder. Dan zien we hier MQL4, dus daar kan je code plaatsen. En dan zie je dus op de vijfde regel indicators. Zo. We gaan nu even naar ons bureaublad. Dus hier staat de indicator supertrend. We kopiëren die even. Kopiëren. Gaan even terug naar MQL4, dus waar de indicatoren kunnen ingeladen worden. We klikken rechts, plakken, zo, en daar staat de indicator erbij. Dus op die manier hebben we de indicator reeds in de platform gebracht. We sluiten dit alles. We sluiten ook het platform en we starten opnieuw op. Dan wordt die ook opnieuw ingeladen. Zo, het platform is opgeladen en dan zien we inderdaad onder in de navigator, onder indicatoren, dat inderdaad de supertrend erbij gekomen is. Nu, deze code is geschreven en wat ik steeds wel aanraad, is eerst even naar gereedschappen te gaan, daarna naar MetaQuote Taal Editor. Zo, die haalt er eventuele fouten uit, taaleditor. Dan zoeken we hier wederom links, wederom indicatoren. En daar moet je ook de supertrend zien staan. We klikken daar even dubbel op. Zo, hier wordt hij geopend. Dat is dus de externe code ontwikkeld door, in dit geval, Jason Robinson. Code is geschreven, dan klikken we even hier op voortgang. Debugging, want er kunnen steeds foutjes inzetten. Zo, hier is gedebugd, geen probleem. En dan zien we hier de indicator, we klikken op OK, die in onze grafiek verschijnt. Dus de supertrend indicator. Zeer populair indicator, voornamelijk trendvolgend. Hij houdt ons super lang in een trend. Dus hier is op uurbasis, even op 5 minuten basis. Je ziet dat de indicator, dus zelf al is er wat volatiliteit, toch redelijk lang in zijn trend blijft. En dus open je een volgende grafiek. Zo, dan kan je de supertrend nemen. Die is nu gedebugd. Je sleept hem erin. Zo, en daar staat die kant en klaar. Dus heel wat indicatoren. U vindt er honderden terug op internet. We installeren die op onze PC. We openen dan folder, open data folder. En onder MQL4 indicators, daar kleeft u hem erbij. En eenmaal dat gebeurd is, herstart u uw programma. U gaat dus naar gereedschappen, MetaQuote Taal Editor. U opent hem even en u klikt op debuggen. Om zeker te zijn dat de indicator perfect is. En op die manier installeert u dit. Dus een redelijk snelle procedure.